Welkom bij 3 minuten dronevluchten met vandaag het Naardermeer. Het Naardermeer behoort tot de weinige wateren in het westen van Nederland met een lange historie en is daarom aardkundig waardevol. De eerste contouren van het Naardermeer ontstonden al ongeveer 4000 jaar geleden doordat de Vecht, die voor de 12e eeuw via moerasgebieden en binnenmeren naar een uitgestrekt waddengebied geregeld buiten zijn oevers trad en daarbij grote stukken uit de venige oever sloeg. Midden 13e eeuw werd de Vecht ingedijkt. Ook langs het Naardermeer werden een aantal dijken aangelegd. Tussen 1623 en 1629 werd het meer drooggelegd, maar in 1629 werd het weer onder water gezet om Amsterdam te beschermen tegen oprukkende Spaanse troepen. In 1883 werd een nieuwe poging gewaagd om het meer droog te malen, maar het bleek te duur om het water uit het Gooi weg te pompen. Een van de molens die voor de drooglegging was gebouwd, de Onrust uit 1809, functioneert nog altijd als bemaling voor het Naardermeer. Enige decennia later liet de gemeente Amsterdam haar ogen vallen op het gebied. Het meer zou gedempt worden en gaan dienen als vuilstortplaats. Tegen het vuilstortplan ontstond veel verzet, aangevoerd door de natuurliefhebbers Jacques P. Thijssen en Elie Heijmans. Het leidde ertoe dat in 1905 de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland werd opgericht. Het Naardermeer is verschillende malen strijdtoneel geweest als het gaat om de aanleg van infrastructuur. Zo waren er in 1967 plannen voor een wegtracé tussen de knooppunt Holendrecht en knooppunt Muidenberg als onderdeel van de latere Rijksweg 6. Dit weggedeelte werd echter niet aangelegd. In 1987 werd wel de Flevolijn geopend die langs de noordkant van het gebied loopt. Ook bleek het in de loop van de tijd moeilijk om voldoende schoon water te garanderen voor het Naardermeer. Omdat de hoeveelheid kwelwater was afgenomen, werd om het polderpeil op gewenst niveau te houden water van buiten het gebied ingelaten. Aanvankelijk gebeurde dat via de molen De Onrust die water van de Vecht inliet. Later werd met een vijzel water van het IJmeer opgepompt nadat fosfaten en andere ongewenste stoffen verwijderd waren.